is een Europees gesubsidieerd project dat we opgezet hebben met Deense, Litouwse en Belgische partners. En we hebben ons als doel gesteld CO2-neutrale projecten te realiseren. We bouwen dus passief CO2-neutraal of heel energiezuinig voor sociale huurders die daar tot nu toe geen kans toe hadden. We focussen op duurzaamheid, zowel sociaal als energetisch. Sociale duurzaamheid omvat de menselijke aspecten, dus inzetten op de leefbaarheid, de collectieve buitenruimtes, collectieve tuinen, waar dat er dus plaats is voor ontmoeting. En dat dus het goed leven hier niet enkel zich beperkt tot hun woning, maar eigenlijk tot hun wijk. Mijn man is vroeg gestorven, maar maar 40 jaar. En dan in een huis met 3 kamers, een hof, een kelder, een zolder. Alleen wonen, dat was niet mijn doen. He. Er woont hier recht op mij een vrouw die 2 huizen verder gewoond in mijn vroeger huis. En ik zie ze ook wel. Omdat ik ook een oistering geweest ben. En nog, mijn handen zijn nog heel krachtig. Alleen dat ze ook heel vergroeid zijn. Ik heb handen die rheumatiek zijn en geopereerd geweest. Natuurlijk, de bloedsomloop had daar gestremd. En dat gevoel ging weg. En ik had altijd koud. Van aan uw bed tot hier aan het raam. 23 raam. Dat is voor mij het bijzonderste. Van ik een reuma en met een gelijke temperatuur is dat goed. Ik ben naar België gekomen dus als basketter voor mijn thuis. Het is juist een jaar en 2 maanden denk ik dat ik hier woon in deze wijk. Ik woon hier echt graag. De kinderen ook, ze zijn echt tevreden. Ja. Ze hebben een pleintje om te spelen, ze komen naar buiten. Vroeger had echt een slechte naam gehad, die wijk. De Wenning, het was echt een heel slechte naam. Maar nu, het is iets anders. Het is aangenaam om te wonen, er zijn proper huizen. Te groen, veel groen. Het is ecologisch, het is positief voor iedereen, denk ik. En we moeten echt proberen ook samen iets van maken. Te helpen om echt iets te bereiken in het project. Het is de toekomst voor, denk ik, voor iedereen, voor onze kinderen, voor de wereld. Ik ben al invalide vanaf mijn 20 jaar. Ik gebruik een rolstoel voor lange afstanden. Er is een lift aanwezig, er is allemaal vlotte voetpaden. Het is gemakkelijker een grote stap vooruit. Toen dat ze mij vertelden dat ik hier een appartement ging toegewezen krijgen, ben ik komen kijken en ik dacht, Jezus, dat is juist op vakantie. En dat gevoel heb ik al 3 jaar, ben hier op vakantie. Het is niet gelooflijk hoeveel je hier maar verbruikt. Achter 18 maanden wordt er afrekening gemaakt en wordt er dan iedereen uitbetaald. Het is niet gelooflijk hoeveel je terugkrijgt. Het is gewoon die bijna spothoekop. Dat kan je toch wel met madame leren kennen, ja. Ik zit een paar maanden nu te haren, ja. Ik heb nooit gedacht dat een vrouw zoveel bij mij kost los mee. En toen nog een buurie. Aan de overkant heb ik ook. Ik vind dat de kwaliteit van mijn leven enorm verbeterd is. En ik vind dat er meer zo'n CO2-neutrale woning zou moeten zijn. En hopelijk komt dat nu op.